Hey, leuk dat je kijkt. Ben je nou op zoek naar de juiste eetkamerstoel, maar vind je het lastig om een goede keuze te maken? Dan vertel ik jou in 3 korte stappen hoe je tot de perfecte eetkamerstoel komt. Hoi, ik ben Astrid, stylist bij Huus. En ik zorg ervoor dat alle winkels er op interieurgebied er tiptop uitzien. Er is natuurlijk heel veel mogelijk bij Huus. Kies je bijvoorbeeld voor een eetkamerstoel met een armleuning of eentje zonder. Of bijvoorbeeld eentje met een draai. Kijk, dit is nu eetkamerstoel 2. Een prachtige stoel met een mooie armleuning, waardoor je lekker lang kunt tafelen. Heb je nou een wat kleinere tafel of ben je wat kleiner behuisd? Kies dan voor een eetkamerstoel zonder armleuning. Bijvoorbeeld deze. Dit is de Lion. Een mooie, wat smallere, rankere stoel, waardoor je er meer aan tafel kunt zetten. En dit is nou de prachtige eetkamerstoel Magnolia. En die heeft gewoon als voordeel dat je hem lekker kunt draaien. Dus hoef je hem niet naar achteren te schuiven als je van tafel wil. En weet je wat nou ook een goede tip is? Let op de hoogte van je armleuning van je eetkamerstoel. Maar je wil natuurlijk wel dat die onder de eettafel past. Deze stoel heeft een Missouri-stof. Dit is een gladde stof met een wat stoere uitstraling. Heb je nou grote knoeiers in huis, dan is dit de ideale stof. Dan hebben we deze stoel nog en die heeft een bouclé-stof. Een bouclé betekent eigenlijk lus, dus is opgebouwd uit lusjes. Dit zorgt ervoor dat hij lekker warm en zacht aanvoelt. En als laatste de Adore-stof. En de Adore-stof die is gewoon prachtig in onderhoud, maar hij heeft ook een mooie rijke uitstraling. Heb je nou bijvoorbeeld huisdieren, dan zou ik zeker deze aanraden. Ik hoop dat ik jullie voldoende informatie heb gegeven over eetkamerstoelen. Mocht je toch nog vragen hebben, stel ze vooral in de comments.